gehabt. Wir haben da, ich habe eine echt kleine Introduction gegeben, haben Oefeningen durch. Dann gaan we vragen stellen, dan gaan we een klein stukje dieper op de materie in en dan gaan we in op een aantal principes achter yoga. Ik geef eerst een kleine korte introductie. Maar allereerst, wie van jullie doet er al yoga op dit moment? Geen minuut in yoga. Iemand van jullie die yoga gedaan heeft? Oké. Waarom ben je ermee gestopt? Het was Eenmaal. Het idee van yoga, zoals eerste introductie, is dat je je leven lang yoga blijft doen. Dat betekent dat je als je 150 bent nog steeds met yoga bezig bent. Yes? Het doel van yoga is onder andere 150 te worden. Daar ga ik nog even iets dieper op in op dit moment. Het publieke beeld van yoga. Wat herinner je jezelf van het publieke beeld van yoga? Veel mogelijk ruimte voor waarneming genereren in je beweging, waardoor het kickgevoel continu iets is. Je bent eigenlijk voortdurend aan het bungee jumpen, of je bent aan de, ik zag het woord van de kant laten de fashion. Dus je bent eigenlijk voortdurend daarmee bezig. In een hele extreme een vorm van perfectie in je sport te komen. En als gevolg daarmee identificeren met je sport. Wie van jullie vindt sporten leuk? Wat verwacht jullie van sport? Uitdaging. Wat is het bepaalde verhaal van sport? Gezond. Gezondheid. En wie van jullie wordt er echt gezonder van sport? Ja, weet je het zeker? Ja, ja. Want de dingen waar jullie op afgaan is de verslavingssport. Uitdaging, opwinding enzovoort enzovoort. Daarvoor moet je in een angst situatie komen, door in de vecht of vlucht naar de vrije en de vrije van je dat is gevolg daarvan. Ik ben kick. Ik ben een aai. Maar toch ook rust. Als ik heb gesport, dan voel ik rustig of leeg of zo. Klopt, rustig en leeg. Als gevolg van een stressreactie. Dus je moet eerst een stressreactie krijgen, een angstreactie krijgen, voordat je rustig en leeg wordt. Dus dat is de verslavingsfactor. Nu ben je inmiddels 60 jaar, je hebt 12 medicijnen naast je bed staan. Waar komt dat vandaan? De dokter. Van deze houding. Ik hoop het niet. Dat is ook wel eens dit. Omdat je namelijk van het begin af aan toestaat dat je verslaafd bent. Dus dat je afhankelijk bent van iets. En het doel van yoga is zodanig te sporten dat je onafhankelijkheid leert van bijvoorbeeld ziekte, van medicijnen, van artsen, therapeuten en sportleraar. Maar je kan helemaal niet weten. De bedoeling is dat het dus niet verslaafd is. Als het verslaafd is, dan doe je het verkeerd. Maar je kan het even als zonder jou vragen. Zodra je angstreactie krijgt en als gevolg daarvan leeg bent. Ja, dat heb ik gedaan. En die angstreactie kan je meten met het feit dat je zweten gaat. Zodra je namelijk gaat zweten, weet je dat je oververhit bent gegaan. En dat is de angstreactie. Je lichaam begint op dat moment zijn dit zo warm te dumpen en begint een endorfine in je lichaam te dumpen. Dan zie je dat je sport om twee verschillende redenen. Aan de ene kant het publieke verhaal is gezondheid, aan de andere kant is entertainment. En die entertainment heeft een bepaalde gevolg van jezelf. En dat is onze moderne manier van sporten eigenlijk. We hebben sporten voor de show, sporten voor onze prestatie, sporten om er goed uit te zien, sporten om allerlei verschillende redenen. Mensen doen yoga op exact dezelfde redenen.
een paar mensen experimenteren met hun hoofd staan en dergelijke, want dat is het beeld dat mensen hebben van dat ze yoga hebben in hun hoofd staan. En dan zie je dat ze een bepaald risico nemen, meteen de moeilijkste houding te nemen. Waardoor ze bijvoorbeeld hun nek kunnen breken. Of, en dat is spannend. Terwijl gewoon recht op de grond zitten als basishouding van yoga, dat zie ik bijna niet. En dat is uiteindelijk wat yoga is. Je wil leren, je wil je vooral voor een groot gedeelte leren, want je normale positie van je lichaam is op de normale mogelijkheden van je lichaam zijn. Je wil dus je ervaring van jezelf maximaliseren, waardoor je als je een andere sport doet, bijvoorbeeld een betere prestatie kan krijgen. Zal ik iets vertellen over de geschiedenis van yoga? Iemand zei straks, yoga is al een verschillende soort beweging, die heet asanas en Indiaanse yoga. Mijn eigen specialiteit is Chinese yoga. Indiaanse yoga heeft een iets andere filosofie dan Chinese yoga. Ik kan het straks ook dat is dan wat heeft er daarmee weer te maken. Maar traditionele yoga werd eigenlijk vooral geleerd om de ervaring van jezelf in je lichaam, in plaats van de omgeving, te trainen. Dus de oude yoga's hebben bijvoorbeeld een jaar lang alleen maar zo zitten. Ja, en dat was dan yoga, zeg maar. Om zeg maar, de energie en de neiging van je lichaam om te krijgen. En in de 19e eeuw was India alles veroverd door de Engelse schrijvers. En de Engelsen hadden bodybuilding meegenomen. Daar trainen ze de soldaten mee. En dat betekende dat als een conflict was tussen India's en Engelsen. Chinese vechtsport zegt van oké, je begint op een heel basaal niveau, maar je gaat daarna naar steeds edelere sporten, want in yoga is een onderdeel van zo'n edelere sporten, waardoor je de verschillende ervaringen vindt van spanning. Dat gaat ik ga een paar dingen laten zien wat belangrijk is. Bijvoorbeeld, die van jullie zullen stijf, vaak stijf. Ja, maar goed. Sport. Sport.
Je hebt namelijk twee energieuithoudingen in de sport. De snelle en de korte. En de snelle is gebaseerd op stress. En dat is de sport die iedereen gebruikt. Dat is een emergency tactics, zou ik zeggen. Bijna onze sport zegt een soort emergency huishouding. En als gevolg van het zelf uit, genereren we stressrespons in onze voeding. Maar onze eigen energiehuishouding is een langzaam systeem. Waarin ook de biologie moet worden beleven. Dat is een hele belangrijke vraag. Maar daardoor hou je ook je spieren zacht, waardoor ze makkelijker rekken. Elke spier heeft namelijk elastieke bepaalde energie. Spieren die voor de rek moeten zorgen. Maar je hebt ook allerlei myofasciale weefsels die voor zo'n harnas zorgen. En als jij je lichaam beschadigt, dan wordt het hard. Dat gebeurt ook s'nachts als je in slaap valt. En als je smokes wordt, dan wordt je lichaam stijf. En dat is gewoon een lijken van je lichaam die je moet beschermen. Door het niet gekapselen in het centrum harnas en zware spins en kooi. Aziatische sporten hebben de behoefte om te voorkomen dat dat gebeurt. Dat er geen versnuffing gebeurt. Dat er geen verstijving gebeurt. Dat er geen verharding gebeurt. Waardoor je altijd alert kan zijn. Dus, dat gaan we doen op dit moment. Ga je iets in zitten in de stijfheid doen. Zet je voetjes naast elkaar. Je vingers om de voeten heen.